Goedemorgen, goedemorgen. Het is vandaag woensdag. No worries. Ik heb vandaag vrij van school, dus ik ben niet aan het spijbelen. Want we hadden vandaag sowieso een ontwikkelingsdag. En dat kwam precies goed uit. Want mama en ik zijn onderweg naar Dressage Pro voor een Bukas... Ambassadeursdag. Ambassadeurdag. Ik ben wel echt heel erg benieuwd wie allemaal komen. Want weet bijvoorbeeld, een tijdje geleden waren we in Apeldoorn. En daar zijn we My Life met Animals tegengekomen. Ja. Weet je nou weer? Ik ben er niet meer. Ik weet het ook niet meer. Nou ja, samen met haar vriend. Het was echt super gezellig. En die komt vandaag sowieso. Ik denk dat we Bianca ook zien. Ja, Daan is er. Daan. Jacob natuurlijk. Jacob. En daar zijn clinics van Tristan Tucker en van Rien van der Schaft. Ik zou eigenlijk ook meedoen met Rien van der Schaft. Maar ik heb nu... Nou ja, met Ivy lukt het gewoon niet. Omdat die net niet helemaal lekker in haar lichaam zit. En Blondie is natuurlijk ingespoten. Dat is heel erg jammer, maar ik kan helaas niet meedoen. Nee, we hadden ook wel verwacht dat het inspuiten dat het wat korter herstel zou hebben. Want toen we daar waren, toen zeiden ze van nou, een weekje en dan kan je wel weer alles doen. En... Nou ja, een weekje, dan kan je weer rustig opbouwen. Ja, oké, maar dan zou je dus na 2 weken weer alles kunnen doen. En ja, uiteindelijk hebben we er toch voor gekozen om het herstel wat geleidelijker te laten lopen. Ja. Ik moet ook zeggen tijdens de clinic van Anneloes dat ik het nog niet mee vond vallen, jij? Nou, ze was wel, omdat ik het natuurlijk wat vaker heb gedaan, was ze wel wat makkelijker met de oefeningen doen. Maar het was wel best wel lastig. Ja, dus ja, ik denk dat ze haar weg daar nog in moet vinden. Ze is dan ook uit balans. En dan uiteindelijk gaat de pony altijd voor de clinic. Yes. Dus helaas kan je niet meedoen. Nee. Maar goed, aan de andere kant is er dan weer iemand anders die wel mee kan doen. Ja, precies. We zijn nu onderweg naar iets wat we niet uit kunnen spreken. Oh, dat is... Wacht ja, even ga je het hoor. Proberen? Ik ga even Google Maps erbij pakken. Want het is echt het is iets met een Q en een A en een C. Niet Papendrecht. Dressage Pro. Ik ga het door Google laten uitspreken. Acoy. Acoy. Daar gaan we heen. Naar Acoy. Zo klinkt het best makkelijk, maar ja. Je schrijft het echt op een vreselijke manier. Je schrijft het als A-C-Q-U-O Griekse I. Acoy. Dus we zijn op weg naar Acoy. En in het Frans is het... Acquérir. Nou, we zijn er. We gingen geen superkittens halen. Nee. We kwamen eerst bij een kattenvrouwtje, geloof ik, of zo. Ja, zoiets. En nu zijn we op locatie. Je ziet nog niet zoveel. Nou ja, het eerste wat ik herkende was de trailer van Haflingers King & Bo. Die zijn er. Ja. Dus dat is in ieder geval gezellig. Ja, die herken ik. Volgens mij is dat autootje van dat wijfie. Nee, dat helpt. Het autootje van het wijfie. Ja, van My Life with Animals. Ah, oké. Nou, we gaan naar binnen. En dan zien we het wel. Oeh. Oh, koud. Oh, wat een mooie staller. Ik wil het hebben. Dit wil je hebben? Ja. Nou, dan zeg ik nog even doorsparen. Even de loterij winnen. Dat kan ook. Moet je wel een lot kopen. Het helpt ook. Hey. Hallo. Dag, schat. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Je staat al aan. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Het is fijn dat ik aan sta. Je staat aan. En op de camera. Ja, precies. Hey Anita, goedemorgen. Hoi. Staat daar ook een poster van Lucas? Wat? Staat daar ook een poster van Lucas? Ja. Dat is geen poster. Dat is een reclamebord. Ja. En van Anku? Ik zie het. Kijk, koekjes. Die ook blij. Balans
in ontspanning, in losgelatenheid lopen en mijn hand opzoeken, mijn hand aan. Wat harder wildje, wilder. En we hebben een tasje gekregen. Een superleuke TikToks opgenomen en ook weer leuke mensen leren kennen. Zeker, ik vond het een hele geslaagde dag. Leuk om iedereen te leren kennen. Tessa rent naar de auto, dus dan kan ze niet meer praten. Stop, ik wil het niet. We zijn aan het filmen. Wij gaan nu naar huis en de hondjes halen. En leuk dat jullie gekeken hebben naar deze video. Oh, ze zwaait. Doeg! Dat is Sterre. Sterre heeft de kliniek gereden. En hebben hele leuke TikToks mee opgenomen. En nu gaan wij lekker naar huis. Het was een geslaagde dag. Zeker. En veel energie van gekregen. Ook wel eerst lekker. Ja. En dan zien we jullie bij een volgende video. Doeg! Doeg.